uitdagend. Lastig. Verfrissend. De Vlaamse Zwemfederatie organiseert beachwaterpolo om de sport, de traditionele sport waterpolo, naar het brede publiek te brengen op een andere manier, op een innovatieve manier, met minder spelregels, met minder spelers, op een kleiner veld en dit midden in de stad. Beachwaterpolo is een sport waar, laten we zeggen, het fysieke minder aanwezig is. Het is veel meer snelheid, bewegelijkheid, spektakel dat geboden wordt. En voor de clubs zorgt het ervoor dat ook, laten we zeggen, spelers die minder groot zijn, minder sterk zijn, maar wel goed kunnen zwemmen, dat die mee kunnen doen aan deze spectaculaire sport. Ik denk dat het voor Kortrijk een eerste ervaring is en ook voor ons. We vinden dat super, in de leeuw, aan de leeuwen kunnen vertoeven, zeer goede sporten kunnen doen en zeer aangenaam om naar te kijken. Het is zwemmen, het is actief, het is zeer intens, maar heel tof om te doen. Beachwaterpolo zie ik evolueren als een extra dimensie naar onze sport toe. Eigenlijk het zomercriterium een beetje, wanneer dat eigenlijk de reguliere competitie stellegt. De drempel om een keer te komen kijken naar beachwaterpolo of naar waterpolo te koeren is enorm klein. Ze zien het, ze passeren een keer, ze stoppen even, ze genieten ervan en zijn weer weg. Dus echt, de meeste mensen zijn enorm enthousiast. Tof, wel lastig. Ja? Ja, maar wel te geestig. Ja, gewoon met de maten komen sporten, dat is altijd wijs. Hè. Vooral de sfeer, dat helemaal anders is. En gewoon een keer met vrienden kunnen spelen en ja, minder competitief. Gewoon puur voor de fun en alles geven. Ja, blijven zwemmen, tot dat niet meer kunt. Door het Blauwwal in de Blaarmeerse zijn we met de Lentis Cup moeten verhuizen van de duikersput daar naar de watersportbaan. Dus Hans ons toernooi is verhuisd en het is hectisch geweest, maar het heeft zeker de moeite geloond. Uiteindelijk is dat wel leuk. Hè? Bedoel, het is, de zon schijnt, het is nu wat donker aan het worden, maar de zon schijnt. Het water is behoorlijk van temperatuur, het zijn leuke vuiltjes, er staat wat volk rond. Dus uiteindelijk is iedereen wel blij en dan zei je, het is een iets anders om zelf in het water te krijgen. Voor veel supporters die anders aan de kant van het water staan roepen en tieren, proberen nu zelf een keer en voelen nu ook wel een keer wat het is om te zwemmen en niet te kunnen staan. Maar de reacties zijn zeer positief.